Goedemiddag, we staan aan het Altena-instituut in Kontig bij burgemeester Bart Seldeslachts. Goedemiddag, meneer Seldeslachts. Vanmiddag raakte het nieuws bekend dat alle 700 leerlingen en leerkrachten in quarantaine moesten. Kan u zeggen ongeveer hoeveel besmettingen er zijn vastgesteld? Ja, nee, daar ga ik niet over communiceren, omdat, allee, dat is ook, daarom testen we, daarom zijn we er ook mee bezig. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat we gestart zijn in één klas. Hè. En die één klas hebben we daarna gezien dat er eigenlijk in meerdere klassen dat er besmettingen zijn. We weten nu al zeker op drie klassen, wat dan toch aanleiding geeft van het CLB, want het is ook het CLB die hier de lead neemt om alles te analyseren, samen met onze eerste lijnzorg. Om te zeggen, we moeten hier beslissen wat we moeten beslissen zijn. We doen de school dicht. En veel belangrijker, als we de school dicht doen, we gaan ook alles en iedereen testen. En doordat we testen, kunnen we eigenlijk zien wie het er eigenlijk nog besmet is. Als die mensen besmet zijn, kunnen die in isolatie gaan. En de andere mensen zijn na de tweede test veilig. En dan kan daarna ook de school terug veilig opstarten na de quarantaineperiode. En dan weten we ook vooral ook dat die families, hè, want het is natuurlijk het is hier een grote school, dat wil zeggen dat er ook een grote impact heeft op onze gemeente. Want als er nog meer besmettingen uitkomen, en er zijn heel wat ouders ook bijvoorbeeld die ook lesgeven in andere scholen, heel veel mensen die gaan werken natuurlijk, is dat wel heel belangrijk dat we ook maandag, en daarom zijn we zo blij dat we samen met het USA en met Atrio, met de thuisverpleging en zo verder, en dankzij de organisatie en de goede organisatie van de school, dat we morgen die testing al kunnen doen. Zodanig dat we tegen maandag eigenlijk toch al de eerste boodschap hebben dat mensen terug kunnen gaan merken. En mensen die getest zijn ook wel nog in quarantaine moeten blijven, maar toch veilig zijn. En dat we dan die tweede testing doen om zeker te zijn. Zodanig dat we kort op de bal kunnen spelen en dat we toch iedereen zo veilig mogelijk kunnen houden. Ja, super. En zal iedereen getest worden, elke leerling, elke ouder? Of... Ja, het is belangrijk dat we iedereen laten testen, zowel de leerlingen als de leerkrachten. En aan de hand van die resultaten gaan we dan verder testen. Stel dat er iemand blijkt dat er iemand besmet is, dan gaan we uiteraard ook het huisgezin testen. Dus op deze moment moeten broers, zussen en ouders niet in quarantaine. Maar we vragen wel om extra waakzaam te zijn en toch heel voorzichtig te zijn tot die testresultaten bekend zijn. En we gaan die wel hebben tegen zondag, tegen maandag. Dus het is even een kleine periode van onzekerheid. Maar door die onzekerheid kopen we wel zekerheid op korte termijn dat we toch veilig zijn allemaal. Oké. En heb je enig idee hoe lang dat de quarantaine gaat duren? Ik denk dat 10 dagen is dat de quarantaine nu is. Maar dat is te bekijken aan de hand van de testresultaten. Daar weten we wel meer over. Maar het is normaal gezien altijd 10 dagen... Dus de school sluit ook voor 10 dagen en dan zullen we evalueren aan de hand van de resultaten. Meten is weten, ja. Dus we weten vanaf zondagavond, maandagavond weten we meer. Het allerbelangrijkste is, en daar is de school nu heel hard aan bezig, en dat gaat ook goed lopen, dat we morgen die testing kunnen doen samen met het USA, dat dat goed loopt. Ieder op een veilige manier, en dat is ook zo georganiseerd, en de mensen van het USA hebben die ervaring ook, dat die testing op een veilige manier hier kan doorgaan, ja. En dat we snel weten waar we aan toe zijn. Oké. Goed, kan u nog even kort schetsen hoe de situatie over het algemeen in Kontig is, ten opzichte van de buurgemeente? Ja, wij volgen de algemene trend, hè, want het is niet alleen vandaag hier in het Altena-instituut dat vandaag moet sluiten. We hebben ook eigenlijk al een gedeeltelijke sluiting in Sint-Montfort school in Kontig-Kazerne, waar het 4, 5 en 6 in quarantaine zit. Maar eigenlijk zien we een algemene trend in heel wat scholen die aan het stijgen is. En dat is in Kontig niet meer. Hè. Dus ook ons totaal aantal besmettingen stijgt wel. Ik zie ook met mijn quarantainecontrole dat er veel meer mensen in quarantaine moeten. Die gaan we ook controleren, we gaan die ook helpen, we gaan die ook bijstaan. Met mensen die hulpvragen hebben, zullen we als gemeente ook bijspringen. En spijtig genoeg zitten we weer in een stijgende golf. Maar ik denk niet dat we de moed moeten verliezen. Kort op de bal spelen, veilig zijn, veiligheidsmaatregelen. Probeer zoveel mogelijk na te leven. En dan hopen dat we allemaal zo snel mogelijk ons spuitje krijgen. En dan komen we er samen door. Dat hopen we zeker. Ik dank u in ieder geval voor dit interview. En wij hopen dat het zo snel mogelijk terug de normale gang van zaken kan. Absoluut, ik ook. Hè. Want we staan hier vandaag op een school met een pas gerenoveerde speelplaats. Ja. Vandaag is de speelplaats supermooi, maar leeg. Maar ik hoop hier binnenkort met goeie weer terug spelende kinderen te zien. En dat we terug naar het normaal kunnen gaan. Ja, wij duimen alvast mee. Alsjeblieft. Dank je wel.